Jeroen, jij had gisteren even het platform op de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden. En daar lanceerde je een ambitieus plan, kan ik wel zeggen. Ja, het idee is om een 100 bruggenloop te gaan organiseren in Leiden. Over 100 bruggen, over de rivieren en de kanalen en de singels in en rond de binnenstad. Ik weet dat we er 88 hebben, want daar is een keer een boek over geschreven. Maar het zijn er inmiddels meer dan 100. En inmiddels hebben we het Singelpark. En door het Singelpark hebben we 6 nieuwe bruggen erbij gekregen. Bij Nieuw-Leiden waren er ook nog 3 nieuwe bruggen. Toen zaten we op 99. En toen was ik wat dieper in dat boek aan het lezen. En toen bleek dat ze alleen de gemeentelijke bruggen had beschreven. En niet de 4 bruggen in de Hortus. En er zijn ook 4 hele mooie bruggen. Dus toen hadden we ineens 103 bruggen. En toen dacht ik, oh wat gaaf, ik wil ze eigenlijk wel alle 103 over. En ik was toch bezig met hardlopen. En ik zocht naar nieuwe rondjes. Dus ik denk van, ik ga ze alle 103 hardlopend over. En dat heb je gedaan inmiddels? Dat heb ik gedaan en ik heb er nog spierpijn van. En dat was 2 weken geleden. Nou is zelf hardlopen toch weer iets anders dan een hardloopevenement organiseren? Ja, dat klopt. Dus ik dacht toen ik eenmaal een paar nachten had doorgehaald met dit idee van nou shit, dit kan ik helemaal niet. Dus toen dacht ik moet iemand bellen die daar heel veel meer verstand van heeft. En dat is iemand die ik nog van Stadslab Leiden kende, Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon. Jeroen kwam met dit idee bij jou. Wat dacht je? Waar begin je aan? Die is gek. Ja, nee, in eerste instantie natuurlijk hartstikke leuk idee, direct al. Je loopt over het water en je loopt dan ook nog overal tussendoor. Dus als je daar dan over gaat nadenken, dan is het een waanzinnige manier om de mooiste stad van Nederland te gaan bekijken natuurlijk. Dat is duidelijk. Maar als je dan nog een beetje verder denkt, dan zeker als organisator, dan denk je hij is gek. Serieus, want ik weet wat het is om hoogtemeters te maken. En ik weet al dat ik helemaal vervloekt word, zelfs persoonlijk, omdat ze mijn naam kennen. Als mensen na een halve marathon of een hele, maar ook over een halve marathon over het Rembrandtbruggetje moeten. Want dat is zo'n kuitenbijter, noemen ze dat. Nou, dat is helemaal waar. Daarom is hij er ook. We hebben ze natuurlijk ook nooit in Rozentuin beloofd. Hè? Ik bedoel, dat zeggen we dan altijd maar. Maar nu gaat hij er 100 aanbieden. En daar moeten al die hardlopers overheen. Nou, ik hou wel van een uitdaging natuurlijk, dus ik wil heel graag met Jeroen meedenken. Is het realistisch? Want het zijn natuurlijk wel allemaal flessenhalzen, die bruggen. Dus om daar nou onwijs veel mensen overheen te gaan sturen, dat houdt de boel toch behoorlijk op, lijkt me. Nou, als je vanuit alle, laten we zeggen, schier onmogelijkheden van een organisator kijkt, vanuit die hoek kijkt, is het onmogelijk. Maar ja, het onmogelijke waarmaken is natuurlijk nog veel leuker. Dus ik moet een paar dingen moet ik even zeggen. Dat is, je legt de hele stad plat, zo ongeveer. Dus we moeten heel goed kijken of dit realistisch is in samenspraak met de gemeente. Twee, je moet hardlopers hebben die serieus kunnen hardlopen. En die ook getraind zijn. Kijk, we hebben het niet over zo'n klein egaal bruggetje, maar zoals deze Hapinionbrug, heet die geloof ik. Nou, als je daar overheen moet, hardlopend, ja man, dat is echt verschrikkelijk, maal 100. En als je dan naar de andere kant kijkt, wat zou dit voor Leiden betekenen? Een 100 bruggenloop, nou, dat is nog echt niet vertoond hoor, in de wereld. In de wereld heb ik het over. En ja, nou, die uitdaging, die wil hij graag aangaan, maar ik doe graag mee. Maar we moeten wel kijken naar of het realiseerbaar is. Dat moet ik wel direct zeggen. Dit is misschien niet al voor dit jaar. Ja, dat weet ik niet. Het hangt een beetje van de coronasituatie af, uiteraard. En zolang dat nog onder ons is, gaat het in ieder geval niet gebeuren. En ja, als het allemaal mee zit, misschien eerst maar eens even een proefloop doen, sowieso. Hè, met een aantal goede lopers, bevriende lopers, om te kijken hoe dat functioneert en of ze nog tips hebben. En dan misschien dit najaar of inderdaad anders volgend jaar. Maar zelf kan ik eerlijk gezegd niet wachten. Daarnaast waren er ook heel veel reacties, een soort van reacties van opluchting, dat we ook een wandeltocht de dag ervoor willen doen. Zodat je niet hoeft te rennen, maar gewoon die kilometers kan wandelen over de bruggen in eigen tempo. En ik geloof dat daar misschien nog iets meer belangstelling voor was, eerlijk gezegd.